Ja, goedemiddag. Ik sta lekker shawarma te maken. En we zijn lekker druk bezig. Tijger is bezig met de voorbereiding van een nieuwe game video, Gaming Tiger. Ondertussen zijn we hier helemaal hyper internet. Even stellig aan het kijken. Allemaal in crowd. We gaan lekker shawarma nemen als lunch. En vanavond gaan we naar Spectre, James Bond. Wat zeg jij? Spectre is het. James Bond, Spectre. Okay. Oh, er was trouwens een nieuwe Star Wars video, Japanse Star Wars video. Ja. Die hebben wij gisteren gezien. Echt allemaal nieuwe shots. Nieuwe shots erin. Maar we hebben nog steeds één belangrijke vraag. Waar is Luke? Je weet wel, Luke is laten weten in de reacties. Motherfuckers. Wij denken gewoon dat het Yoda is. Nieuwe Yoda. Nou, hij is niet Yoda, maar hij is een nieuwe Yoda. Ja, de nieuwe Yoda. Dat is gewoon okay. Precies. Dat. Oké, het is inmiddels avond en we zijn op weg naar Pathé Arena. Ja. We gaan naar Spectre. Van James Bond. Het is 10 minuten over half en om 15:15 begint hij. We moeten een beetje haasten. Misschien is wel de nieuwe Star Wars trailer. We gaan rennen. Oké, we hebben dus een klein probleempje. Ja. Want kom, we gaan wel lopen, want het regent een beetje. Spectre is voor 12 jaar. 12 jaar en ouder. En ik ben 11. Dus dat is jammer. Hij is 11 en dat is de gelijknamige serie. En de Martian, daar willen we ook wel naartoe. Alleen die is ook voor 12 jaar en ouder. Dus dat is dubbel kut. Dus nu gaan we even naar de mediamarkt kijken naar spullen die we niet kunnen kopen. Ja, kijk. Stormtrooper. Kijk wat wij hier vinden. Zo'n amiibo poppetje, maar als je het goed kan zien, hij is van echt wol. Nou ja, kijk, hier is Yoshi's Woolly World. Kijk dit. Yoshi van wol. Die amiibo is ook van wol, dus... holy shit! Dit dan. Oh, dit is cool. We zijn hier intussen eventjes Blu-ray'tjes aan het uitzoeken. Wat heb je al allemaal uitgekozen? Braveheart, Avatar, Prometheus. Allemaal films die Tiger nog niet gezien heeft. Als troost zijn we nu bij de Febo. Ja. Omdat Tiger en niet naar de Martian en niet naar Spectre mag. Terwijl hij echt al heel veel films heeft gezien. Je nog heftiger zijn dan dat. Ja. En we zijn onszelf nu aan het tracteren op Febo. Milkshake, frikandel en friet. Gisteren hebben we broccoli gegeten hoor. Voor iedereen die denkt dat ik Tiger helemaal niet gezond opvoed. Het is inmiddels zondag. Even kijken hoe laat het is. 12:15. En we hebben gisteren Avatar gekeken. Dat was heel cool. Vanmorgen afgekeken. Want we waren in slaap gevallen. En we gaan nu het bootje gaan we wegbrengen naar de jachthaven. En dat is heel spannend. Want het is heel mistig vandaag. De mist is een beetje opgetrokken. En Tiger die zit al in het bootje te wachten tot ik kom. Hey Tiger. Nou, we gingen dus naar de sluis toe en we lagen bij de sluis en toen zei de meneer aan de telefoon, ja, het is winterbediening, dus u moet 24 uur van tevoren bellen en dan openen wij de sluis. Kortom, we hebben pech gehad. Een beetje kut, want we kunnen dus niet nu de sluis uit, dus we kunnen niet het water op richting de jachthaven. Nou, dat betekent dat we gewoon weer terug moeten, dus er zit niks anders op. Het is net een boterham zonder beleg. Nou ja, ik had net deze hele dag gepland. Vandaag vrij, het is lekker weer. En je weet niet wat het de volgende weekenden brengt. Maar goed, weer wat geleerd in de wonderenwereld van de boten. Hashtag kutleven. Nou ja, ik ga hem toch een stukje varen. Dit is wel typisch een kutleven, hè? Ja, echt. Dus eerst hadden we James Bond gisteravond waar we niet naartoe konden en de Martian. Maar wel hartstikke kut leven. Ja, nou, het is inmiddels, hoe laat is het? Het is 22:30. Nadat we het bootje hebben vastgelegd, hebben we pizza besteld. Die deed er fucking 1.5 uur over voordat hij er was. Hadden we wat groente erbij besteld, had hij die verkeerde bestelling meegenomen. Krijgen we lasagne in plaats van de groente. Nou, iedereen kan van mij de groente krijgen. Ik vind het mooi geweest, ga lekker slapen. Morgen weer een nieuwe dag. Het was een... apart weekend, of zoals mijn zusje zou zeggen, ampart. Nou, vergeet niet te abonneren en te liken. Blauw duimpje omhoog. Volg me op Instagram en Twitter. Staat ook in de beschrijvingen hier beneden. En ook daarboven, op de banner. En over de banner gesproken, bijna bij mijn huis. Ik ben er.